Burgemeester Toon van Asseldonk heeft zijn inwoners vaarwel gezwaaid. Donderdagmiddag nam hij al formeel afscheid na het afsluiten van zijn laatste raadsvergadering. 'S Avonds kregen de inwoners van de gemeente Overbetuwe de kans om van Asseldonk te bedanken voor zijn tijd als burgemeester. Het aantal mensen dat voor het afscheid naar de Sint-Werenfriedeskerk in Elst was gekomen, laat zien hoe populair de burgemeester was onder zijn inwoners. In zijn toespraak blikt hij terug op de hoogte- en dieptepunten van de laatste 6 jaar. Volgens hem was het burgemeesterschap bijna altijd een feest en is Van Asseldonk echt een betuwenaar geworden. Muziekvereniging Con Amore en jeugdorkest Witlof uit Oosterhout zorgden in Elst voor muzikale klanken. Van de eerstgenoemde kreeg Van Asseldonk later op de avond nog een speciaal cadeau. Zijn leven lang mag hij de shows van muziekvereniging Con Amore gratis bijwonen. Een aanbod waarvan hij naar eigen zeggen absoluut gebruik van gaat maken. Maar ik wil echt jullie allemaal, iedereen, bedanken voor de prachtige momenten die we gehad hebben de afgelopen jaren. En ik wil jullie daar allemaal ontzettend voor bedanken. Het gaat jullie allemaal goed. Dank jullie wel.